Alman, ja, maar gaat dat? Ik heb een nummer uit Alman, ja. Zo, jongens, nou, hij is open. Marco, je kind eruit. We wensen alle heel veel plezier. Tot volgende week. Of om de twee weken mag gaan. Ik mis zo'n ding, ik ga weer terug. So, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome aboard to the Splash Tours. Are you ready for the dive? Simon is the oldest and cutest office of the city, but a fair haven. Means fairy harbor. Because he was a ferry to the other side of the river. From the 15th. Onbekende bijnaam is de Peperbrug. De burgemeester uit die tijd, die mocht een model van de brug uitkiezen. Die kostte de duurste. Dat was brand peper, peperduur. Daarom ook die originele naam, de Peperbrug. So we are now on the symbol of the city beneath the Erasmus Bridge. The nickname is the Swan and the Hart. The bridge is 806 meters long and 39 meters tall. It was... Na voltooiing van de havens in 1911 was er van het landelijke dorp aan de rivier vrijwel niets meer over. Katendrecht is een schiereiland geboren tussen de Rijnhaven en Maashaven. De Okay, everybody ready for the dive of your life? I have one question, would you like a regular splash or a big splash? Big! Big one, okay, let me open the windows. Here we go. Zelf is onder de pracht, hè? Ladies and gentlemen, you see the bus is a ship now, the driver captain, I will be myself, I'm sorry. If you want to make pictures at the front, there's something on the captain, you can walk around to the bus, but not out to get the police, okay? So please have fun. Dames en heren, de bus is nu een schip, de chauffeur kapitein, ik ga gewoon mezelf blijven, sorry. Wilt u door de bus heen lopen, foto's te maken, vragen stellen, dan mag dat, als het maar niet allemaal tegelijkertijd is en de kapitein mag niet gevoelig worden. De nieuwe lijn, tot van Zuid, is gebouwd op voormalige in onbruik geraakte haventerrein. Rechts ziet u de kantoren met een gedeel met een hoogte van 152 meter. Direct daarachter staat het gebouw Nieuwerlie. Het water ligt afgesloten en door middel van een beeldscherm onder constante controle van de kapitein. Op dit systeem heeft de bouwer een patent verkregen. DMV
Amphibious bus has been made of 10mm thick aluminum and 10mm thick stainless steel on the bottom. It is fitted with a 462 HP Volvo engine. This engine drives the two water jets. It started the service in the summer of 1959. The ship was built in The ship has a speed of 21.5 knots, which is 39 kilometers an hour. We hebben genoeg duct tape. Ja, kom eens. Please help push the bus out the water. Ja. Oh, haalt hij het eruit?